Ze speelt regelmatig in Toemler, stond op het podium met grote namen als Ryan Pandey en Theo Maassen. En ze is lid van de Comedy Train. Ik heb ontzettend veel zin, en ik hoop jij ook, om haar beter te leren kennen. Met Kim Schuddeboom! Op een of andere gekke manier ben ik steeds zo'n soort publiek ben ik hier aan het meeklappen. Ja, wat leuk zo in je eentje. Ja. Fijn hè? Ja. Ik voel me dan met heel veel gewoon. Ja, ik voel me wel gewaardeerd. Ja. Wat fijn dat je er bent. Ja. Ja. Ja, heel leuk. Oh, ik zit nu ook aan mijn hoofd nu. We kregen dus net te horen, want dit filmen wij ook. Ja. En als ik iets vraag, dan zit ik vaak aan mijn hoofd. Ja, maar... Laat ik dat meteen maar aan jou vragen. Heb jij dat soort dingetjes? Heb jij van die dingetjes als je in het toneel op gaat? Dat je denkt van, nou, dat is iets wat ik misschien moet afleren? Ik weet niet wat ik momenteel doe. Maar bijvoorbeeld toen ik net begon. Echt net, was ik echt net op een paar open podia. Stond ik voor het eerst op het podium. Toen zei iemand tegen mij van, je staat te wiebelen met je benen. Maar echt te zwaaien. Dus dan was ik echt aan het zwaaien met mijn benen. Zo, oh. Mijn ene been voor mijn andere uit een soort... Zenuwen, nonchalance. Okay. En, maar meestal als iemand je daarop wijst, dan kun je er ook wel mee stoppen. Ja. Okay. Maar dat was echt in het begin. Wat ik nu doe, ik heb geen idee. Nee? Okay. Ja, ik zal vast maniertjes hebben. Ja, vast. Nou ja, goed. Ik heb dat ook en ik zit vaak aan mijn hoofd. Ja. Jouw naam is veel voorbij gekomen in deze podcast. De allereerste keer dat ik iets van je hoorde was tijdens een van de eerste afleveringen met Ryan Pandey. Oh ja, ja. Ryan die noemde jou een groot talent en die liet dit van jou horen. Ik ben gewoon naar een kroeg gegaan. Ik heb er heel lang gestaan. En ik dacht van, het gaat nu ook gewoon gebeuren. Weet je wel, ik wil gewoon dat het nu gebeurt. Want ik was ook ontzettend benieuwd. Weet je, want ik weet niet. Ja, vrouwen zullen het wel herkennen. Mannen vertellen superveel over de piemel de hele tijd. Weet je wel, dan sta je in de kroeg en hoor je weer mannen ergens zeggen van, joh, ik kan niet van mij bewegen zonder handen. Ik denk, het is een vet apparaat. Ik moet het gewoon een keer zien, weet je. Als ik heel eerlijk ben, ik vond het ook spannend. Weet je wel? Want als je mannen erover hoort praten, weet je wel, sommige mensen van, voor mij wat keihard, man. Keihard gewoon. Keihard. Ik denk, jezus. Man, hoe hard dan, weet je wel? Als er een soort van... Weet ik veel? We hebben aan de hand van 5 fragmenten, tenminste die jij zelf hebt uitgekozen. Waarvan ja. 1 de laatste niet, hè? Dat moesten wij zelf doen. Klopt, ja. Ik had even niet zoveel meer. Ik ben nu ook een programma aan het maken. Dus ik dacht van ja, ik heb al best wel veel. Ik had volgens mij al 4 fragmenten naar jullie gestuurd. Ik dacht, nou, dan kun je er gewoon eentje uitkiezen. Ja. Of is het lastig om iets van jezelf uit te zoeken? Nou, ook omdat ik nu echt aan het maken ben. Dus heel veel dingen zijn niet af. Bijvoorbeeld dit stukje wat je nu liet horen is echt heel oud. Mm-hmm. En dat ga ik ook niet meer gebruiken of zo. Dat is gewoon, dus dat is prima. Maar ik ben nu heel veel nieuwe dingen aan het maken. Toen dacht ik, ja, dat kan ik eigenlijk nog niet. Wil ik dat nog niet online Ja, want dat is normaal, toch, bij cabaretiers? Dat, of bij stand-uppers, dat je hebt materiaal, daar maak je een show van. Ja. En daar wil je natuurlijk niet veel van weggeven. Nee, maar we proberen ook wel... Het is bij ons ook wel echt in Toemler... Mensen mogen niet filmen of zo. Dat is ook wel, staat ook heel duidelijk niet filmen. Aangegeven. Nee, je bent echt aan het maken, zeg maar. Dus het is gewoon... Ja, als dat eerder online komt, dan kan je het niet echt meer in je programma. Nee, terwijl heel veel mensen denken van, alles gebeurt daar spontaan op dat podium of op dat toneel. Ja, ook wel. Zeg maar, er gebeurt natuurlijk... Ik bedoel, je zit met live publiek, dus het gebeurt wel heel veel. Maar het materiaal wat je echt aan het maken bent en wat je ook een try-out bent... En ja, nee, dat wil je niet online hebben. Nee. We gaan beginnen bij het begin, in jouw jeugd. Ja. De mooiste, eigenlijk wel de vraag die ik dan moet stellen... Hoe was je jeugd? Druk, maar... Druk? Ja, druk gebeurde veel in mijn jeugd. Ja, wat gebeurde er allemaal? Ja, ouders die gingen scheiden, opnieuw trouwen, nieuwe broers erbij. Veel. We hadden een heel samengesteld gezin, maar heel gezellig ook wel. Dus okay. We hebben een goede jeugd gehad wel, vind ik. En heb je daar, vond je dat vervelend dat ze gingen scheiden? Of ben je daar goed mee omgegaan? Nee, dat was echt voor iedereen beter hoor. Dat, ja, oh, dat was echt niet, nee, dat was wel, ja. Dat was echt wel beter voor iedereen. Ja. Oké. Okay. Hoe oud was je toen dat gebeurde? 7. Oké. Okay. Ja. Want jouw eerste comedy herinnering komt ook... Uit datzelfde jaar dan, hè? Toen je 7 was. Uit die tijd. Ja, mijn vader had ook een bandje van Joep van het Hek. Ja. En wij luisterden op vakantie Joep van het Hek. En gewoon, ik ben er wel echt mee opgevoed. We gaan naar jouw eerste cabaret herinnering luisteren uit 1992. Joep van het Hek en de bunker van boer Buitendijk. En in die tijd wilde ik alles worden behalve een boerenlul.
In die tijd had ik samen met twee vriendjes, Charlie en David, had ik een bunker. En dat was niet mijn bunker, maar dat was de bunker van Boer Buitendijk. En de bunker van Boer Buitendijk, die was heilig. Waarom? Die bunker, daar mochten wij van onze ouders niet komen. Dat ding was gevaarlijk, dat ding kon instorten. Daar mochten wij van onze ouders absoluut niet komen. En daarom was het zo'n feest om er naartoe te gaan. Dat was echt een avontuur. Echt windend van de zenuwen kropen wij erheen. Zenuwgas noemden we dat. Echt drie van die knetterende knaapjes op een rij, zou ik maar zeggen. En het grootste obstakel waar we langs moesten, dat was die Buitendijk zelf. Dat was zo'n gereformeerd stuk mestoverschot, weet je wel. En als die gozer je zag, dan schopte die je van het erf af. De enige dag dat wij er veilig langs konden, dat was op zondag, want dan mocht hij niet naar buiten. Zeiden we, hé, Buitendijk? Dan noemden wij hem ook nog wel eens Binnendijk. Maar wat deed die lul van? Dan stuurde hij altijd de hond op ons af. Hè? Hij had zo'n hond die moest over dat bunkertje waken, zo'n oude Duitse herder. En die kwam dan op ons af en dan riep hij, Demjanjo, pak ze. En dan stonden wij daar en bang natuurlijk, bang. En dan zeiden we, hé, Buitendijk, die hond is die niet gereformeerd, want hij is wel aan het werk nu op zondag. En zei hij, nee, maar die hond was wel gereformeerd, want die hond is later weer overleden aan polio. Dus zo zie je. Ja. Dit hele stuk duurt 1 minuut. Ja. Daar zitten, ik denk, iets van 15 grappen zitten daarin. Ja, klopt, ja. Knap. Ja. Ja, volgens mij... Ja, ik heb hem nog nooit ontmoet. Maar volgens mij schrijft Joep van het Hek ook wel heel veel uit. Zeg maar. Is het wel iemand die echt... die schrijft ook gewoon grappen. Wat gebeurde er met jou toen je 7 jaar was, toen je dit hoorde? Ik hoorde het zoveel. Ik denk, mijn vader was ook nogal van de herhaling. Dus die luisterde ook alles gewoon heel vaak. Ja. En moest hij elke keer weer lachen? Ja, of? Zeker. Oh. Ja, en ik heb dat ook wel. Dus ik kan dingen echt 100 keer luisteren. En dan vind ik het gewoon nog steeds heel leuk. Het Friends effect. Ja, zeker. Ja. Ja, ik kan ook echt gewoon als ik het zit te luisteren. En er zijn mensen bij me in de buurt. Dan kan ik echt zeggen, shh. En dan, ja. Maar ik heb het al 100 keer gehoord. Maar ja. Het is gewoon, ja, ik vind dat... Dus ik heb het gewoon heel veel gehoord in mijn jeugd. En toen langzaam... Ja, ik weet niet goed wanneer, maar kwam denk ik gewoon de gedachte van... Ja, maar dit wil ik ook. Dit is leuk. Ja, maar dat was dat al op je 7e of kwam dat later? Want Joep die zegt hier van... ik wilde alles worden behalve een boerenlul. Ja, ja. In groep 8 hadden we de eindmusical. En toen moest ik een loodje trekken. Dat betekende dat ik of een hoofdrol kreeg of niks. Ja. En toen kreeg ik de hoofdrol. Okay. En toen tijdens de uitvoering vergat ik de hele tijd mijn tekst. En toen ging ik improviseren en toen ging de zaal lachen. En toen is er bij mij iets geklikt van... Oh, dit is leuk. Dus toen ging ik expres mijn teksten vergeten. En andere dingen zeggen eigenlijk dan dat de bedoeling was. Ja. En daar kwam maar groep 8, dan was je 12. Ja, 11. 11, 12, ja. Ja, en toen weet ik nog dat er echt iets klikte. Van, oh ja, dit is leuk als je het... anders doet, of als je een beetje... En toen kwam bij jou al het idee van... ik wil cabaretier worden... of ik wil stand-up comedian worden. Ik wil mensen aan het lachen maken. Ja, dat was toen wel gewoon van... Het was een beetje op een gegeven moment... mijn backup plan of zo. Eigenlijk alles wat ik deed, dacht ik... ja, maar uiteindelijk wil ik dat doen. Maar ik deed niks ervoor. Dat was heel gek. Ik had wel een soort angst. Ik wilde ook niet naar de Kleinkunstacademie. Dat leek me echt helemaal kut. En, maar je bent toch opgegeven voor de Kleinkunstacademie? Door vrienden of vrienden? Nee, vrienden van mij die hebben op mijn 25e... op een gegeven moment gewoon geld bij elkaar gelegd... en die hebben me op een cursus gedaan bij het UCK. En er was een kleinkunstcursus, toen moest ik daarheen. En toen dacht ik, oh, en toen weet ik nog dat ik uit paniek... Ja. Toen ik die cursus kreeg, had ik opeens ook bedacht... oké, maar dan ga ik ook Engels studeren. Dat ging helemaal nergens over. Dus daar, maar toen ging ik die cursus doen, toen ben ik met Engels na een maand gestopt. En mijn docent daar, die had een podium in Amsterdam. Heeft ze nog steeds goedkoop cabaret. En die zag er wat in en die heeft me een schop onder mijn reet gegeven. En toen ben ik ook naar Amsterdam verhuisd. En, maar waarom kleinkunst en Engels? Wat was de combinatie? Nou, ik had gewoon zoiets van, oké, maar dan ga ik die kleinkunstcursus doen. Maar ergens had ik een soort paniek van, ja, maar ik moet toch ook laten zien dat ik kan studeren. En toen, volgens mij ging een vriendin van mij Engels studeren. En toen zei ik, oh, ga ik dat ook doen? Okay. Het ging helemaal nergens over. We gaan naar het begin van jouw carrière. Ik heb, ik begrijp dus dat jouw vrienden hebben dus een goede set gegeven om jouw carrière te beginnen. Ja. Een van jouw grootste inspiratiebronnen is je collega Mark-Marie Huibrechts. Ja. Ook lid van de Comedy Train. Ja. Ik heb hem regelmatig in Toemler gezien ook gewoon. Echt super grappig. Hoe heeft hij jou geïnspireerd? Door zijn liveheid op het podium. Hij is echt live aanwezig. Mm-hmm. En hij is zo ontzettend goed, vind ik, met de interactie met de zaal. Wat bedoel je met liveheid? Ja, liveheid. Dat je echt in het moment bent. Echt in het hier en nu. Hoe moet je dat zeggen? Gewoon... Alsof je het elke keer voor de eerste keer vertelt. Ja, en heel veel connectie met de zaal. Ja.
En dat, ja. Ja, ik vind dat het allermooiste wat er is op een podium. Ja, laten we gaan luisteren naar een fragment van Marc Marie. Hij had zich net uitgekleed om te gaan douchen. Maar hij moest eerst nog even naar het toilet. Wou ik zo in de douche stappen, dacht ik, och, ik moet eigenlijk ook nog even naar het toilet. En als ik dat daarna doe, heb ik alles voor niks gedaan. Dus, dus ik ging naar het toilet. Sorry. Toen was ik klaar. Toen trok ik door. Deed ik zo de klink. Deed de klink het niet. Dacht ik eerst nog, hahaha, dat is grappig. Nog een paar keer doet hij het wel. Maar nee, er was iets gebroken in die klink. Denk, oké, geen paniek. Weet je wel, dat kan altijd nog. Ik keek om me heen en we hadden altijd zo'n plastic emmertje in de toilet staan met een ijzerhengsel. Denk, oh, dan breek ik het ijzerhengsel los, dan ga ik zo tussenin zitten rachen, dan gaat hij wel open. Dus ik rak. Nee, ging niet open. Ik denk, weet je wat? Ik ga op het toilet zitten, ga ik zo heel hard tegen die deur duwen. Dat ging hartstikke goed, moet ik zeggen. Die deur stond helemaal zo schuin beneden. Daar kon ik zo een toiletborstel zo tussen steken. Toen leek het net alsof ik iets bereikt had, maar dat was helemaal niet. Want ik kon daar niet tussendoor. En die toiletborstel kon geen hulp gaan halen. Ik was alleen inmiddels wel bek af. En dan komt er een moment waarop ik mij ineens realiseert dat je staand, naakt, in uw eigen toilet, help moet gaan roepen. En ik wist, beneden ons was een atelier, daar was 's avonds nooit iemand. En boven ons woonde Stijn. Maar Stijn zou naar Indonesië gaan, maar ik wist niet of hij nou al weg was of nog zou gaan. Dus ik dacht, nou ja, ik begin maar toch maar gewoon maar te roepen. Maar ik begint ook niet meteen zo hard mogelijk te roepen. Ik begint een beetje zo in te roepen. Help! Help! Maar op een gegeven moment ben ik lekker op stoom, hè? Help! Help! Ja. Ja, ik vroeg van tevoren naar je inspiratiebronnen. En toen zei je niet alleen maar Marc Marie Huijbrechts, maar ook Brigitte Kaandorp. Klopt, ja. En John... Ook vanwege haar liveheid? Ja, zeker. Ja, volgens mij, ja, Brigitte Kaandorp, Marc Marie Huijbrechts en Johnny Kraaikamp, senior. Ja, vind ik alle drie. Dus voor jou is het belangrijk dat een stand-up comedian er gewoon is op het moment dat hij op dat podium staat? Ja, en dat hij grappig is en niet doet. En... het is denk ik ook een smaak of zo. Weet je, er zijn natuurlijk ook heel veel comedians die gewoon hele goede verhalen vertellen. En een soort echt een boodschap hebben. En de, weet ik veel, de gedachten van het publiek helemaal veranderen. Dat je helemaal heel politiek geëngageerd. Mm-hmm. Ja, ik ben het zelf ook helemaal niet. Toen ik jou voor het eerst hoorde, toen dacht ik van, je hebt ook wel iets weg van Brigitte Kaandorp. Hoor je dat vaker of niet? Ja, soms. Maar ik denk ook dat er gewoon niet zo heel veel vrouwelijke comediennes zijn. Dus dat je al snel het visitekamer wordt gekregen. Want er zijn er ook niet zoveel. Dus nee. Ja. Nou, nu we het daar toch over hebben, over niet zoveel vrouwelijke comediennes. Waarom is ik dat? Ik dacht al, wanneer komt het? Ja, nou ja, je begint er zelf over. Maar... Ja, nee. Waarom is dat? Nou, ik weet het niet zo. Ik denk wel dat zeg maar mijn generatie en daarvoor, er werd natuurlijk ook heel veel gezegd van, tegen kinderen van, ja, vrouwen zijn niet grappig, weet je. Dat gebeurt nog steeds. Heel vaak komen ook mensen naar mij toe van, ja, ik vind vrouwen nooit grappig, maar jou vind ik leuk. En dan denk ik, ja, maar als je dit soort dingen ook bijvoorbeeld tegen je... Ja, maar als je dit soort dingen ook tegen je jonge dochtertje zegt... Ja. Weet je, je hebt bijvoorbeeld een zoon en een dochtertje. En dat zoontje krijgt altijd te horen, mannen zijn grappig. En het dochtertje krijgt altijd te horen, ja, vrouwen niet. Ja, dan snap ik wel dat vrouwen ook iets minder snel het podium opgaan, zeg maar. Dus ik denk wel dat daar gewoon, ja, veel meer ook, ja, in hoe het beeld wat kinderen hebben. Mm-hmm. En nu komen natuurlijk veel meer Amerikaanse comediennes ook. En heel veel comedy specials. Dus ja, ik denk ook dat langzaam wel verschuift. Maar in mijn wereld, ik ben disjockey. En ja. Daar wordt dat ook vaak gezegd. Er zijn te weinig vrouwen op de radio bijvoorbeeld. Ja. Of, maar ik denk ook van ja, er zijn minder vrouwen zo aan het pielen met mengpaneeltjes en met de hoge tonen treble knopjes en ja, met bas en met dit en met dat, dan jongetjes dat doen. Ja. Dus ik denk dat het daar misschien ook vandaan komt. Maar dan denk ik van ja, ik denk dat vrouwen minstens zo grappig zijn als mannen. Ja, ik denk gewoon dat het...
Ik denk dat het langzaam wel aan het verschuiven is of zo. En, dat is in ieder geval meer dan vroeger. Ja, en dat zal vast nog wel even tijd nodig hebben. Maar ja, goed, vroeger had je natuurlijk ook grote comedians. Adelle Bloemendaal, natuurlijk Birgitte Kaandorp, Martine Bijl. Weet je, die waren er echt wel. Ja, maar dan noem je er drie. In het bolwerk van mannen natuurlijk. Mannen, ja. Ja. Maar is dat echt wel eens een keer tegen jou gezegd? Van, je bent een vrouw, maar je bent wel leuk? Ja, heel vaak. Ja? Ja, ik denk, ik speel nu veel in Toomler, nu we weer open zijn. En ja, dan wordt het eigenlijk wel één keer in de week gezegd door iemand. Maar ook door vrouwen, hoor. Dat ik denk, wat zijn zonder. Mensen teleurgesteld als jij wordt aangekondigd bijvoorbeeld? Ja, ik heb het idee nu niet meer, maar dat heeft denk ik puur met mijn eigen hoofd te maken. Want ik denk dat mensen altijd... Ja, want ik denk dat ik gewoon, vooral toen ik net begon, zelf de aanname had van, ze zitten niet op me te wachten. Ze hebben liever een man, weet je wel. Maar je bent daar onzeker over? Geweest, vroeger toen ik net begon, zeker. Maar ook omdat je op plekken soms aangekondigd wordt door een MC. In Toomler gebeurt dat niet, maar er zijn wel gewoon, toen ik net begon, dat je ergens een open mic hebt, dan word je echt aangekondigd met, het is een vrouw. Maar ja, dat is ook zo, weet je wel. Dat je denkt, oh mijn god, ja... Dan heb laat niet... meteen, het is een vrouw. Het is, Ja, ik weet ook niet of ze leuk is. Nou, weet je, het is een soort, denk ik, dat vond ik niet heel prettig. Maar nu, ik heb dat gevoel helemaal niet meer. En ik. Want die onzekerheid, die heeft er ook wel. Want dat heb ik in een podcast gehoord, waar jij met iemand zat te praten. En toen zei je ook van die onzekerheid. Maar maakte jij ook wel eens boos, toch? Op het podium? Ja, ik heb in het begin wel. Ja, weet niet. Ik vond hele grote groepen mannen bijvoorbeeld. Dan had je vrijgezellenfeesten en die zaten dan zo te suipen en te doen. En te daar word je bang van? Of ja, daar had ik wel een beetje de zenuwen van. En daar ben ik ook wel eens... Ja, als mensen bijvoorbeeld heel erg door je heen praten of zo, had ik in het begin wel dat ik dan... Maar ook eigenlijk nu ook vrouwen. Gewoon vrouwen lullen ook veel door de show heen. Ja, gewoon. Ja dat zijn ook wel vrouwen die dan te veel wijntjes op hebben en er doorheen gaan zitten tetteren. Weet je? Ja. En dan. En wat zeg je dan? High back? Of... Nou, nu niet meer. Maar ik heb wel gezegd, je moet gewoon even je bek dicht houden. Ja. Wat gebeurt er dan in zo'n zaal als je dat doet? Meestal eigenlijk is de zaal stoort zich ook al aan die mensen. Ja, ja. Dus wat ik nu geleerd heb, is dat je er nog meer aan hebt als je gewoon echt een goede grap erover maakt. Maar je hebt vaak de mensen al wel mee. Zeg maar. Dus de rest van de zaal hoort ook wel dat zij zitten te praten. En dat zitten ze vaak al door alle comedians. Dus dat bouwt zich dan op. Mm. En dan ben jij bijvoorbeeld de derde. Ja, en dan zeg jij er wat van. En vaak hoor je ook wel, als je een grap maakt, is beter. Weet je wel? Maar dan wat is een goede grap tegen iemand die hartstikke dronken is en door jou heen zit te tetteren? Oh ja, als iemand heel erg dronken is, ja. Ja, zou ik nu zo op dit moment niet weten. Maar meestal gebeuren er wel dingen gewoon die je dan een beetje bij elkaar op kan tellen. Eerst doe je het een keer vriendelijk, dan doe je het nog een keer. En dan kun je vaak wel een soort... Dan kun je harder iets zijn. Gevatter zeggen of iets harders. En dan voel je ook wel een opluchting in de zaal. En als je mazzel hebt, dan werkt dat. Ja. En soms lullen mensen gewoon door. En dan heb je ook een MC die dat dan vaak wel oplost. Ja. Of de bar loopt er even heen van... Hey, maar een grote groep met mannen die dronken zijn... Ja, jeetje, dat vond ik in het begin wel heftig. Maar toen, ik kwam erachter dat het lijkt echt zo wel... imponerend. Maar het was vooral, in mijn hoofd speelde zich dat af. Dat ik een soort van tevoren dacht, oh god, er zit een groep en die hebben vast geen zin in mij, zeg maar. En dat is een beetje verdwenen, waardoor je er eigenlijk... Ja, ik vind het vaak ook wel hartstikke leuk. Ja. Maar in het begin, als je het podium opstapt met, ze zitten niet op me te wachten, dat is natuurlijk niet goed voor de sfeer. Nee, want... jij hebt wel eens verteld, jij vindt het wel heel leuk als er dingen gebeuren waar een soort ontregelende werking van uitgaat. Ja, vind ik heel leuk. Ja. Nou ja, een grote groep met mannen die je niet vertrouwt, dat kan heel ontregelend werken natuurlijk. Zeker, en ik denk ook dat gewoon, het heeft mij alleen maar geholpen, zeg maar. Dat het gewoon een paar keer is gebeurd en dat je gewoon voelt van, hey man, maar je kan ook prima daarmee praten. En dat is helemaal oké. Okay. En als ze echt stom zijn, jezus, dan... Maar dronken vrouwen, dat is... Dronken vrouwen is nog erger, maar goed, daar hebben we niet genoeg tijd. Nee, dronken vrouwen vind ik ook lastig. We gaan een sprongetje maken naar het heden. Naar collega cabaretier waar je veel respect voor hebt. Hannah Gadsby, die kende ik niet. Die heb ik wel even teruggeyoutubed. Een Australische comedienne. Wat is zo goed aan haar? Wat bewonder je aan haar? Ik vind vooral haar eerste show heel erg goed. Nanette heet dat. En daar heeft ze zo'n... intens verhaal. En dat bouwt ze zo goed op. En dat is zo eerlijk. En
confronterend voor mensen. Waar ook heel veel mensen die stonden op hun achterste benen. Van, weet je, ze zet mensen echt wel op hun plek. Ja. Ja, los van of ik het met alles eens ben wat ze zegt, vind ik het gewoon echt heel mooi wat ze zegt. Want zij is heel uitgesproken. Ja, heel. Oh, ja, ze is wel heel erg. Ja, ze is uitgesproken. Ja, ja. Nou ja. Wat ja, wil je zeggen? Nou ja, het is ook wel voor mannen, de blanke witte man. Ja. Ik kom er niet goed vanaf, bijvoorbeeld. Of de blanke hetero man. Nee, jij bent wel, jij bent wel het lulletje daar. Ja, ja, ja. Echt, daarom ken ik haar ook waarschijnlijk niet. We gaan naar haar luisteren. Een fragment van Henna. Daar heeft ze het in over haar in dat fragment heeft ze het over haar medicatiegebruik. Ah ja. Ja. I'm on a lot of medication, people. A lot of medication. As we speak, good painkillers. Very good pain. I'm not in pain. It's preemptive. I don't want to feel what's coming next. It's gonna happen. I'm also on the pill. The pill. Sounds like there's only one giant pill. The pill. We all scurry out every morning. Have a nibble. It's Tuesday. Doesn't it get a name? I have a theory as to why the pill doesn't get a name. It's the pill. They're all pills. Yeah, but it's the pill. The reason the pill, which one? The pill, the fucking pill gets a name. It doesn't get a name is because when it was invented, and it was invented by men, really? Yeah, such insight. When it was invented, the one guy said to the other, two-man operation. Really? Yeah. And I've got this new pill. What should we call it? And they said, well, it's good to name it after what it does. What does it, you know, painkillers, they kill pain. We'll call them painkillers. What does this do? And the guy says, well, basically what happens is the woman takes it. And then basically we've got some... some magic. So, I mean, uterus, and on the lining of the... blood. Nah, don't make me talk about it. I can't talk about it. Just call it the pill. Ja, ja, ze lijkt ook helemaal geen schaamte te hebben, hè, om iets te vertellen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, ja. Maar ik denk juist dat er ook wel een beetje schaamte nodig is, zeg maar, buiten het podium. Om het op het podium op een leuke manier te brengen, zeg maar. Dus je moet wat teruggetrokken zijn buiten het podium om op het podium los te kunnen gaan? Nou, er moet iets gebeuren, zeg maar. Er moet iets wringen en ergens moet je even niet lekker in zitten, weet je wel. Het is althans voor mij werkt dat zo. Ja. Ik weet niet of dat voor iedereen zo werkt, maar er zitten dingen die zitten gewoon niet lekker, weet je wel. En dan ga je een beetje zo... Ja, dan, het lijkt wel alsof je soort naar het podium toe werkt zo. En dan moet je jezelf een beetje in een weg banen. En uiteindelijk, als je daar staat, en dan komt het er lekker uit. En dan komt er lucht bij en dan wordt het een leuk verhaal. Ja. Zeg maar daarvoor wringt er wel van alles, zeg maar. Is dat een beetje... Het doet me namelijk denken aan Michael Jackson. Die dan buiten het podium echt heel verlegen en heel teruggetrokken was. En op het podium opeens een soort apotheose had aan... Van alles wat hij deed en optreden en dat dan kwam hij tot leven of zo. Ja, ik denk dat heel veel comedians wel echt heel anders zijn buiten het podium dan op het podium. Dat daar echt wel de mensen daar af en toe op de plank misslaan, zeg maar. Mensen worden ook, ik word zeg maar door het publiek, op de een of andere reden heeft het publiek bij mij altijd het gevoel na de show dat ze ook aan me kunnen zitten of zo, weet je wel. En dan gaan we, het is heel grappig, dan zitten we met z'n allen en ze voelen zich bij mij blijkbaar heel erg op hun gemak of zo. Dat weet je niet. Bent aanraakbaar. Ja, ik ben niet gevaarlijk of zo. Oh, ik doe wel mijn best, maar ik ben het gewoon echt niet. En dus mensen gaan dan ook wel aan me zitten. En ook vrouwen die dan naar me toe komen, die gaan opeens aan me zitten. En dan uit het niets zeggen ze, ja, maar dat vind je lekker toch, want je bent lesbisch. Echt, dat je denkt, nee, dit gebeurt niet, toch? Dit is niet aan de hand. Ja, wel dus blijkbaar. Ja, het is heel apart hoe mensen een soort van... Maar zijn er heel veel dronken vrouwen in Toemler? Nee, ze zijn gewoon nuchter, hoor. Oh, die zijn gewoon nuchter. Ja, hoor, dit gebeurt gewoon, ja. Ja. Nee, zijn helemaal niet, het publiek in Toemler is helemaal niet zo dronken. Nee, het is meestal de late night. We hebben op zaterdag een late night. Ja, natuurlijk, die begint om 12 uur. Daar hebben mensen wel een drankje op. Maar dat is ook de hele sfeer daar. Dat is hartstikke leuk. Oké. Maar het is aan de andere kant ook wel weer een compliment, toch? Dat je iets doet wat dus je raakt mensen en je komt heel dichtbij mensen blijkbaar. Ja, nou, dat ze aan je gaan zitten en dat je dat lekker vindt omdat je lesbisch bent. Ja, voelt zich heel vrij. Ja. We gaan naar een groot nieuw talent van de toekomst. Oh, doe ik het weer. Zie je dat?
Je hebt het helemaal aan je hoofd weer. Ja, sorry. Ja. We gaan naar het grote nieuwe talent van de toekomst. Wie moet ik zeker in de gaten houden? Ja, nu noem ik degene van wie ik het fragmentje heb meegenomen. Ja, ja, oké, okay, duidelijk. Nee, goed, ik dacht misschien wil je er nog meer. Ja, weet ik niet. Nee. Ja, Seskin Gülek. Seskin Gülek. Ja, vind ik geweldig. Wie is hij? Hij is ook lid van Comedy Train. Mm-hmm. Ik zat in dezelfde lichting als hij. En ja, Seskin... Jezus, ja, ik weet niet eens hoe ik het moet omschrijven. Het is als je naar hem zit te kijken, je weet gewoon niet zo goed wat je overkomt. Maar het is geweldig. Ja, ik denk echt dat het een groot nieuw talent is. Laten we gaan luisteren naar het fragment wat jij hebt meegenomen. Ik ga eerlijk met jullie zijn. Aangezien er toch zoveel Hollanders zijn hier nu. En ik heb een soort van Tommy Hilfiger toyboy outfit aan. Ik ben één ding, ben ik zat. Wat jullie doen. De honden, man. What the fuck is met de honden? Jullie zijn te intiem met die fucking beesten. Het gaat echt te ver zo. Zijn er allochtonen in de zaal? Laat je voor. Ja, ben je echt allochton? Ja. Wat ben je dan? Half Indo, half Surinaams. Ja, gekoloniseerde landen tellen niet, pik. Dat is gewoon... ja, dat is gewoon... Jij zegt dat, ik hoor mijn... ik hoor mijn blanke vader ging naar een van de landen. en die heeft mij toen gemaakt. Dat is wat ik hoor. Hij is 23 jaar, druk bezig met zijn comedycarrière. Ja. Jij, ik mag helemaal niet vragen hoe oud je bent natuurlijk. Ik ben 36, oké, okay, ja, okay, ja. Goed. Nou, hoe lang heet je al Kim? Zou ik dat, ja. zou ik dat vragen? je bent ook lekker bezig. Je bent voor de lockdown, dat vertelde je net, dat je, ja. dat je een jaar lang aspirant lid van Toenle bent. Ja. Ja, ook samen met Seskin. Met Seskin, oké. Okay. Ja. En wat betekent dat als je aspirant lid bent? Ja, dan ben je... je hebt de auditie. Ja. Dat is gewoon een avond. Ga je auditie doen voor de comedians van Comedy Train... die daar al bij zitten. En dan word je wel of niet aangenomen. Dus niet een soort van minimaal aantal mensen... die aangenomen worden of een maximaal. En toen werd ik samen met Seskin en met Bob Komen. Ook heel grappig, heel leuk. En die is ook voor vast aangenomen. Mm-hmm. Vlak voor de corona. Maar dan ga je dus, ja, na je auditie ga je gewoon een jaar meedraaien eigenlijk. Ja, ja. Comedy Train, dan ga je bouwt het een beetje rustig op. Je gaat eerst een beetje op dinsdag en woensdagen. Dat is een beetje try-out. En daarna ga je de gewone shows meedraaien. En okay. dan, Na een jaar moet je nog leuker zijn geworden? Of, nee, je moet ontwikkeld ja, ja. zijn. Dus bijvoorbeeld wat ik vertelde over dat ik bepaalde dingen heel spannend vond. Als er bijvoorbeeld een groep mannen door me heen zat te praten. Dat ik dan meteen dacht van, dat ligt aan mij. Help. In zo'n jaar leer je daar dus mee omgaan. Dus je leert dat soort dingen van jezelf te herkennen. En te denken, oh, dat heeft helemaal niks met die mannen te maken. Maar het heeft met mij te maken. Nou, oké, verder. En daar leer je gewoon van. Door ook heel veel te evalueren met mensen die al heel lang bezig zijn, krijgen gewoon heel veel feedback. En ja, je ontwikkelt gewoon op het podium en daarnaast. Hoe gaat zo'n avond eigenlijk? Zo'n auditieavond? Oh, Jezus, ja, dat was wel een dingetje. Ja, dat is wel. Ja, wat is gebeurd? Ja, dat is gewoon. Ja, ik vond dat echt gewoon de hel. Ja, ja, dan zitten gewoon Theo Maas en Micha Wertheim, Daniel Arends, de hele. Niet te lachen, of wel? Ja, wel. Ja, nee, het zijn echt hele lieve gasten. Ja. Het is echt ontzettend leuk. Maar ik bedoel, Peter Pannenkoek, die is hier ook geweest. Ja. En die zei van, ik heb het nu geleerd dat als ze niet lachen, dat ik heel grappig ben. Ja, maar dat denk ik, Peter is natuurlijk wat verder in zijn carrière. Dus dan wordt er ook wat serieus. Maar tijdens een auditie en als je net lid bent, ja, ze zijn gewoon heel lief. Dus mm-hmm. je wordt wel gewoon... Dus ja, lachen ook als iets echt niet leuk is? Nee, dat niet. Maar tijdens een auditie word je gewoon... Er wordt wel een goede sfeer neergezet, zeg maar. Dus je wordt wel... ja, ze zitten niet een soort met armen over elkaar naar je te kijken. Nee, dat is helemaal niet aan de hand. Maar ja, voor in je hoofd denk je gewoon van... Waar ben ik in godsnaam aan begonnen, weet je? Waarom ga ik voor de grootste namen in Nederland? Auditie is altijd heel vervelend, oh, toch? Oh, man. Ja. Ik weet ook nog dat ik als eerste moest. Oh. We moesten zo loodjes trekken en toen trok ik nummer 1. En toen zag ik al die mannen, best een beetje tegelijkertijd, zag ik toch binnenkomen. En toen dacht ik, ja, fuck it, we zien het wel. Nu weet ik het ook niet meer. Daar ben ik dan heel benieuwd naar. Heb je dan wat, heb je dingen, heb je bedacht? Ja. Dat doe je allemaal uit je hoofd? Of schrijf je ook dingetjes op? Of, Nee, ik schrijf sowieso materiaal niet echt uit, zeg maar. Dus ik, ik ben echt wel verhalend en dan... Heb je ergens een glas water staan en dan ligt er een klein spiekbriefje bij of zo?
Nee, dat niet. Nee, ik doe het wel uit mijn hoofd. Okay. Ja. Okay. Ja, maar ja, ik heb gewoon steekwoorden van tevoren zet je op een blaadje. En als je bijvoorbeeld op dinsdag of woensdag gaat, dan heb ik wel gewoon mijn boekje mee het podium op. Want dan weet het publiek ook van, ik ga nieuwe dingen proberen. Okay. Maar gewone shows, dan weet je het wel uit je hoofd. Ja. Maar door die zenuwen zou je het kunnen vergeten, snap je? Ja. Dat als je Hans Theo voor je ziet zitten, of Theo Maassen. Ja. Ik zou allemaal gek worden, denk ik. Ja, het is wel spannend. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee meer wat ik gedaan heb. Serieus? Ik heb echt werkelijk geen idee meer. Nee, ik... Je weet ook niet meer welke grap je hebt verteld. Wat, Volgens mij heb ik iets verteld dat ik een keer naar een waxsalon ben geweest. En ik heb verteld dat ik... Nou, waarschijnlijk dat ik lesbisch ben. Daar zal ik wel iets over gedaan hebben. En een combinatie daarmee. Daar is een grap over te bedenken, denk ik. Het was 6 minuten of zo. Oh. Je? Dus het was heel kort. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En je bent nu het jaar door? Ja, ik ben het jaar door. Ik ben nu... Fulltime member. Ja, eigenlijk vorig jaar februari was ik klaar met mijn aspirantjaar en mocht ik blijven. Dus sindsdien ben ik echt gewoon vast lid. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dan gaan we ook naar je eigen trots. Jij zei, kies dus maar iets uit wat je al van mij hebt. Ja. Heb je jezelf al gehoord in deze podcast of niet? Want er zijn altijd mensen die jou mee hebben genomen. Ja, volgens mij van Ryan heb ik gehoord, ja. Nou, dat fragment, dat hebben we al laten horen. Ja, dat hebben we helemaal aan het begin laten horen. Maar laten we een fragment horen waarin jij het hebt over jouw woonplaats. Ah. Ik woon in Amsterdam en het is leuk, ik woon in het centrum. En ik merk dat als ik dat vertel aan mensen van ik woon in het centrum van Amsterdam, dat mensen heel vaak denken, oh, ben je superrijk? Nee, helemaal niet. Nee, ik woon in een woongroep. En dat wil ik meteen even dat is geen begeleid wonen. Ik hoorde het net al vallen, maar heel veel mensen denken dat, hè. Dan vertel je van, ben je op een verjaardag ergens, ontmoet je altijd nieuwe mensen, zit ik op te praten met iemand. En, Kim, waar woon je? Nou, ik woon in Amsterdam, in een woongroep. En dan verandert de sfeer. Heel gek. En dan na een paar uur, een uurtje of 10, 11 s'avonds, dan is het vaak van, Kim, wij gaan zo de stad in. Hoe laat word jij opgehaald? Ik kan me voorstellen dat je ook trots bent op het feit dat je samen met Theo Maas hebt gespeeld. Ja, het was geweldig. Wat heb je van Theo geleerd? Als je iets van hem geleerd hebt. Ja, ik heb wel veel van hem geleerd, ook met die dubbels. Nou, ook gewoon dat ik echt gewoon mijn ei ook kwijt kon. En ook gewoon met onzekerheden. En ik kon hem ook bellen, weet je wel. Ook later, weet je, na die dubbels. Als ik ergens vragen of had, heb ik hem ook wel eens gebeld. Van, hoe moet ik dit aanpakken? Ook hoe je naar een show toe werkt, zeg maar. Weet je, hoe je zelf zorgt dat je ontspannen bent en hoe je... En hoe doe je dat? Ja, ik denk wel dat dat voor iedereen verschillend is. Ik heb wel moeten leren van dat ik echt eventjes 10 minuten voordat ik op moet. Vooral in een line-up setting, dat er meerdere mensen wel heel even op mezelf moet zitten. Dus ik was in het begin heel erg zo met iedereen aan het kletsen. En ja, dan ben je niet, althans ik niet, in mijn eigen vibe, zeg maar. Dus je moet eerst een goede concentratie hebben om te kunnen... Vlammen of performen op het podium. Ja, dus en gewoon eventjes niet met andere mensen praten. Gewoon heel even in mezelf. Meestal ga ik even het toilet zitten. Oké. Dat is een mooie inspiratiekamer. Ja, heel even rustig, deur dicht. Dan hebben ze nu toevallig, als het een beetje donker zo. En dan kan ik heel even een minuutje zitten. En dan loop ik daarna nog achter een beetje rond. En dan ga ik op. En zijn er nog andere rituelen die je doet? Een slokje whisky of een sigaretje of een weet ik. Ik neem meestal 3 smintjes. 3 smintjes? Ja, vind ik lekker. Ja. Je gaat op het toilet zitten en je neemt 3 smintjes. Nee, maar die neem ik niet op het toilet hoor. Maar daarna. En meestal doe ik even stretchen. Even je benen stretchen. Even alles los. En dan... Oké. Ja. Zodat je lekker ontspannen op het podium staat ook. Oké. Ja. Nou, we zijn er door, Kim. Nou, ja, heb ik alles gevraagd wat ik kon vragen aan je? Ja, volgens mij wel. Ik vond het gezellig. We hebben het over vrouwen gehad. Ja. Oh ja, vrouwen. Waksen. Ja. Oh nee, daar heb jij toen over. Dat was mijn eerste grapje. Je eerste grap was dat. Ja, volgens mij hebben we alles besproken. Nou, dan wil ik je graag het laatste woord geven. Elke stand-up comedian geef ik het laatste woord. Dus... Oh shit, echt waar? Ja. Oh, en wat moet ik dan zeggen? Dat maakt helemaal niet uit. Dat mag je helemaal zelf bedenken. Er moet niet een soort tip of zo. Wat je wil. Oh, helemaal. Ik mag gewoon het laatste woord hebben. Oh, mijn vriendin zou zeggen, nou, dat wil je altijd. Maar ik kom er helemaal niet nu. Ik hoop dat iedereen gewoon een beetje geniet weer. Dat alles mag beginnen en dat iedereen gewoon... Doe het rustig aan. Doe ik ook. Gewoon rustig aan. Niet haasten.
NPO Radio 2.